Kun je je even voorstellen? Ja, zeker. Ik ben Karin Smit, 52 jaar, single, geen kinderen. En ik ben in het dagelijks leven data protection officer, oftewel ik zit in de nieuwe privacywetgeving. Mijn hobby's zijn tennis, motorrijden vind ik hartstikke leuk, paardrijden heb ik 40 jaar gedaan, daar ben ik eigenlijk pas sinds kort mee gestopt. En daarvoor van die ene pk zijn dus de meerdere pk's van motorrijden in de plaats gekomen. Maar tennis dat doe ik wel echt heel veel en ik ben ook voorzitter van de tennisvereniging. En je bent raadslid van de VVD. Ja, zeker. In Heemskerk. Dat klopt, ik ben sinds 3 jaar inmiddels raadslid. Ja, in een nieuwe periode gekomen. Was je voordat je raadslid werd al politiek actief? Nee, helemaal niet. Echt gewoon ook echt helemaal niet. Ik kom eigenlijk echt uit de zakenwereld. Heb 26 jaar bij een bank gewerkt. En ik ben daarna ook bij echt ondernemers gaan werken, aan het werk geweest. Ik heb nog een korte periode in Dubai gewoond. En iemand uit de gemeente Zaanstreek die zei tegen mij, joh, is raadslid niks voor jou? Dus ik ben me daarin in gaan vreten en gaan kijken van, wat houdt het nou precies in? Ik stem al sinds mijn 18e op de VVD, dus sowieso was dat heel logisch om naar die partij te kijken. En het is bijna een beetje een soort Pippi Langkous uitspraak. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Zo stap ik ook eigenlijk altijd de wereld wel in. En zo ben ik ook raadslid geworden. Maar had je al een bepaald engagement? Want iemand vraagt niet zomaar aan jou of jij in de politiek wilt gaan. Nee, ook niet. Nou ja, weet je, ik ben ook ondernemer, dus dat kan ook wel schelen. Maar eigenlijk door gesprekken te voeren hier met de VVD Heemskerk, met de voormalige VVD Heemskerk, bestuurders uit de Eimond. En gekeken van, hey, klopt de gehele fractie ook? Hè? Dus degene die op de kieslijst komen, kloppen die qua karakters, kloppen die qua brede interesses en dat soort dingen? En zo is eigenlijk door gesprekken voeren. Ik ben een jaar ervoor ben ik lid geworden van de VVD, dus daarvoor was ik dat ook niet. Ik stemde het altijd, maar ik was geen lid. En ik ben er gewoon maar blind ingestapt. En gewoon mijn eigen bagage rugzakje meegenomen. Wat is jouw aandachtsgebied? Wat is jouw portefeuille, zeg maar? Ik zit in de commissie MME, dat is Mens, Maatschappij en Economie. Dat is echt heel breed. Dat richt zich sowieso heel erg op het sociale domein. Maar ook alle economische aspecten, sport, cultuur, het zit er allemaal in. Daar zit ik in samen met een ander fractielid, dus daar focus ik me ook op. Maar binnen dat brede vakgebied, zijn er dan nog bepaalde dingen die jij eruit hebt gepikt, waar je specifiek op richt? Nou, sowieso sport spreekt mij altijd heel erg aan, maar dat komt dan ook vanuit mijn tennisachtergrond. En niet zo lang geleden waar ik me echt op gefocust heb, is huiselijk geweld en kindermishandeling. In november vorig jaar is er een regiovisie gekomen over huiselijk geweld en vooral hoe de plannen en de plan van aanpak in de toekomst zal gaan zijn. En dat raakte me. En het raakte me vooral omdat heel nabij mij zit iemand die in het onderwijs zit. En ik heb het met haar echt al jaren over dit onderwerp. Omdat zij het ziet vanuit het lager onderwijs. Als er sprake is van kindermishandeling, wat dat dan doet. En toen kwam die regiovisie vorig jaar november. En toen dacht ik, ja, nu moet ik er wat aan doen. Nu is de kans om er iets mee te gaan doen. Wat gaat er veranderen ten opzichte van hoe het nu geregeld is? Dat is een hele lastige. Als het gaat over de regiovisie, dan zegt het al, regio. Sowieso doe je dit soort dingen heel vaak in gemeenschappelijke regelingen. Dus dan doe je dat in dit geval zelfs met 8 gemeenten. Welke invloed heb je? Dat is ook altijd een lastige, omdat je het met heel veel verschillende gemeentes doet. Dus dan ben je als Heemskerk ook niet heel invloedrijk. Maar wat er anders gaat, hoop ik, gaat zijn, is de aanpak vanaf de voorkant. Dus de samenwerking in de keten vanaf het moment van zien tot en met het daadwerkelijk zorgen dat het opgelost wordt voor het kind of voor de ouder. Maar ik merk dat vooral kindermishandeling mij heel erg raakt persoonlijk. Hoeveel instanties zijn er nou betrokken bij? Ja, ook heel veel. Vorige week heb ik met mijn collega raadslid Brandy heb ik een gesprek gehad met Veilig Thuis, met Centrum voor Jeugd en Gezin, met de regiocoördinator. Maar er zitten zoveel organisaties zijn erbij betrokken. Weet je, durft iemand uit het onderwijs de melding te doen en wat voor effect heeft dat op het kind? Maar ook durft die
onderwijzer het bijvoorbeeld zelf. En zij gaf ook aan dat ze zien dat het dat er echt beduidend minder aanmeldingen komen van kindermishandeling, vooral vanuit het onderwijs. Ze moeten het echt hebben van politie en brandweer als het gaat om die meldingen. En dat is best een zorg, want waar ligt dat dan aan? Durven ze het niet? Zijn ze bang dat hun naam bekend wordt? Ik heb wel verhalen gehoord dat ze een melding deden en vervolgens gaat de instantie gaat naar het adres toe van de ouder en de ouder ontkent. En de onderwijzer krijgt eigenlijk min of meer op zijn lazer, omdat het niet waar lijkt te zijn. Dat zijn best wel risico's. En dan is de vraag, durf je het als onderwijzer nog wel te melden? Hoe is dat dan in de aanpak verwerkt, wat jij nu noemt? De aanpak is nog niet klaar, hè. Ze zijn daar nu mee aan het schrijven. Dus daarom was ik ook zo blij dat ik met die regio-projectleider kon spreken. Maar ook met CEG en Veilig Thuis. Ik zie wel in de regiovisie dat ze ook wel echt aan die voorkant willen werken. Dus echt aan de start van waar begint het nu, die melding. En hoe zorgen we ervoor dat die keten van samenwerking, dat die klopt. En ook, wat je nu veel ziet, is een enorme wisseling van personeel. Hoe veilig is dat nou voor het gezin? Dus wat ze willen is één gezin, één regie, één aanpak. Weet je wel, zo op die manier dat je het allemaal in één hebt en dat het van het begin tot het einde helemaal in die keten klopt. Nou, ik denk dat dat een hele waardevolle is. En een meldpunt voor de kinderen zelf? Want een kind dat mishandeld wordt, weet dat het niet normaal is. Ja, dat klopt. Maar je ziet, daar zijn natuurlijk sowieso daar de kindertelefoon al voor. Hè? Dus dat is een hele, hele belangrijke. En een kind kan natuurlijk ook altijd terecht bij het onderwijs. In coronatijd bijvoorbeeld zie je dat er nog minder meldingen komen. Je verwacht dat het meer dus gebeurt, omdat gezinnen zitten veel meer op elkaar, maar er wordt minder gemeld. Waar zit nou de hulp voor dat kind? Ik hoorde een verhaal van een van de kinderen die letterlijk zei, op school ben ik veilig. Ik vind dat nogal wat. Dat vind ik echt heftig. Ja, dat vind ik echt, echt heftig. Dus ja, de komende maanden gaan ze aan de slag met die aanpak. En ik hoop dat het echt een goede ketenaanpak wordt. Vooral de keten. Het samenwerken in de keten. En wat ik ook nog hoop, wij hebben geen aanspreekpunt meer vanuit Veilig Thuis vroeg of Centrum voor Jeugd en Gezin enzovoort. Vroeger had je een soort maatschappelijk werker. Dat is er niet meer. Waar zit die samenwerking nu? Nou ja, dus ze hebben nog wel wat te doen. Goed, we hebben het nu over kinderen, maar er zijn ook nog volwassenen die worden mishandeld. Ja, zeker. Nog lastiger. Daar geldt natuurlijk dezelfde visie voor. Daar geldt ook dezelfde samenwerking voor. En volwassenen hebben vaak de stappen van politie, omwonenden. Wat doe jij als buur als je het hoort? Als buurman of buurvrouw, wat doe je dan? Dan bel ik de politie en dan zegt de politie niets aan de hand, mevrouw Klein. Wij is dat niks... zo? Ja, ja, ja. Ja, heb jij... Ik heb zoiets meegemaakt niet al te lang geleden. Ja, maar dat is wel heel heftig als dat gebeurt. Nou kan het ook zijn dat het niet helemaal goed is, hè? Want ik bedoel, er is overal wel een keer wat. Ik heb wat. Een heel gehoorig huis, ik hoor alles. Ja, precies. Nou ja, dan is dat heel heftig. Ja. Dan zou ik zeggen, ga naar Veilig Thuis. Als je geen gehoor vindt bij de politie en je weet zeker dat het niet klopt, zou ik zeggen, ga naar Veilig Thuis. En wat is Veilig Thuis voor organisatie? Weet je, eigenlijk zegt het woord het al. Een plek waar je veilig thuis voelt. Voor volwassenen ligt er dezelfde aanpak in het verschiet als voor kinderen. Ja, de regiovisie heet ook huiselijk geweld en mishandeling. Dus dat geldt voor volwassenen en kinderen door elkaar. En de komende maanden hoop ik daar samen met mijn fractiegenoot Brandy nog wat dieper op in te gaan. En in ieder geval te zorgen dat we aan de voorkant blijven kijken. Hey, gaat dit goed? Loopt dit nog? En vooral ook aan de voorkant ons oor te luisteren leggen. Onderwijs, dat soort organisaties. Je bent lid van de VVD? Ja. Ja. Sinds kort? Sinds 4 jaar lid. Hè, waarom vind je dat zo goed bij jou passen, deze partij? Het is een echte liberale partij. Een ondernemerspartij. Een partij die ervan uitgaat dat je volwassen genoeg bent om zelf beslissingen te nemen. Dat je ook volwassen genoeg bent om in basis zelf oplossingen te maken en te bedenken. Tenzij het echt niet kan, dan moet er gewoon hulp voor je zijn. Ik geloof ook in je eigen kracht. Weet je moet zelf het leven maken. Je moet zelf de dingen doen. Je moet niet afhankelijk zijn van alles wat bijvoorbeeld overheid biedt en zo. Doe het zelf. Wat als je het niet zelf kunt? Dan zijn we er. We hebben het net gehad over het thema huiselijk geweld en mishandeling. Dat is precies
waar het over gaat, als je het niet kunt, als je niet in staat bent om of als je niet de middelen hebt, dan moet er gewoon hulp zijn. En daar staan wij voor. 10 jaar is de VVD nu landelijk aan de macht. Ja. Wat vind je van de staat van het land na 10 jaar, Rutte? Ik weet dat er zat mensen zijn die het niet met me eens zijn. Maar ik vind dat het land uit een behoorlijk pittige crisis is gekomen. Ik vind dat het land er heel goed voor staat. Ja, wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat corona kwam? Weet je? En juist nu ook zie je hoe wij ten opzichte van veel andere landen zo goed zorgen voor ondernemers, voor onze burgers, voor de mensen die geen inkomen meer hebben. Ik ben gekleurd, ik besef het, maar ik vind het echt, ik ben apetrots. Serieus. Dus wat jou betreft nog 4 jaar Rutte? Ja, absoluut. Ja, buiten kijf. En misschien wel 8 jaar. Ik weet niet of hij het blijft doen, maar ik denk dat er niemand is in Nederland en in de politiek die dit zo kan doen zoals Rutte het op dit moment doet. Lijkt wel een sollicitatie naar een plek in de Tweede Kamer, Karin. Nee. Ik blijf echt in de zakenwereld. Daar denk ik dat ik het meest gelukkig blijf. Ik werk nu bij een middelgrote onderneming en ik hou van die ondernemersmentaliteit. En ik hou van met elkaar knokken om het bedrijf mooi te maken. De politiek, het is gewoon heel lastig om daar veel te bereiken. Dus je moet daar kleinere stapjes nemen. Ja. Nou, dat kan je en daar blij op lokaal niveau doen, denk ik. Precies. Ja, dat klopt. Nou, nog een jaar te gaan in deze periode. Ja, volgend jaar maart. Wat wil je nog doen het komende jaar? Ik blijf me focussen op dat huiselijk geweld en mishandeling, sowieso. Ik ben ook campagneleider voor de VVD-fractie. Dus we gaan straks de campagne in natuurlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar ga ik me heel hard voor maken. En ja, weet je, een van onze belangrijkste onderwerpen, bouwen, woningbouw. Ja, we hebben een aantal hele belangrijke topics nog. En ook daarvoor geldt het tijd dat die schop de grond in gaat. Dus gaan we als fractie daarvoor knokken.